Hallo allemaal, mijn naam is Apostel Bianca Opvallen Grootvaan. En vandaag is de eerste programma van I Was Looking for Love. Dat is een boek die ik heb geschreven. Ik ben auteur van deze boek, is mijn levensverhaal. En jullie denken van ja leuk, je hebt een boek geschreven, maar wat is het idee hiervan? Nou, in deze programma ga ik teachings geven, ik ga lessen geven uit mijn levenservaring. En jullie kunnen van alles meemaken in deze programma. Ik ga gasten uitnodigen, van psychologen naar empowerment coaches, maatschappelijk werksters. En natuurlijk ikzelf zal met jullie delen hoe ik alles heb ervaren. En ik weet zeker dat jullie allemaal hier iets uit van gaan leren. For the English speaking people, my name is Apostel Bianca Opvallen Grootvaan. I'm starting this program named I Was Looking for Love. That is the title of my book that I wrote. It is the biography of my life. And out of this book, I'm going to give teachings. And these teachings is about a way of life. And some of them will be very strict, but I think it will help many people to have an eye-opener of the way they are living. So today I'm starting by reading the first two pages of this book, and then I'm going to talk about it. Ik denk dat ik de introductie ga overslaan en dat ik gelijk naar de eerste hoofdstuk ga. Ik raad iedereen aan om het boek te kopen. Het is overal te verkrijgen op bol.com, Amazon, elke online bookshop kan je deze boek krijgen. Dan weet je waar ik het over heb. Dan kan je meelezen en dan kan je op die manier kan je begrijpen waar ik het over heb. Ik ga naar de eerste hoofdstuk, My Childhood. Dan ga ik een stukje uitlezen en dan gaan we het bespreken. Ja, zoals ik al zei, my name is Bianca Grootvaan en I wrote the basic text for this book in my late 30s. I was born and raised on the west side of Amsterdam, the capital of the Netherlands. And my parents are originally from Suriname, which lies in South America. Your background may be different from mine, but surely you will be able to relate or to understand the circumstances described in this book and their consequences. It all started in my childhood. When I think about my youth, I can say that I was intensely and desperately looking for love. My father was, as he would call himself, a businessman. He was never at home, which made me very sad. And at the time, he was a drug dealer, and most of the time, he was absent during the day and the evening. I saw him most of the time at dawn. And when I went to the bathroom or to urinate, that was the time when I see my father. Ik ga het nu in het Nederlands voorlezen. Ik zocht naar liefde. Als je het wil bestellen, ook op bol.com overal te verkrijgen. Ik ga eerst het gedeelte ga ik lezen. En dan ga ik het met jullie bespreken. En kijken wat we daaruit kunnen leren. Zoals ik net in Engels zei, ik ga het voorwoord overslaan. En ik ga gelijk naar mijn kinderjaren. Mijn kinderjaren. Ga ik een stukje voorlezen en dan ga ik het met jullie bespreken. Nou, mijn naam is Bianca Grootvaan. En ik schreef deze basistekst voor dit boek toen ik dus 30 plus was. Ik ben geboren en getogen in Amsterdam-West. De hoofdstad van Nederland. En mijn ouders komen oorspronkelijk uit Suriname. Dus ik ben van Surinaamse afkomst. En Suriname ligt in Zuid-Amerika, zoals velen van jullie weten. Je achtergrond is mogelijk anders dan die van mij. Maar je zult zeker in staat zijn om je te relateren aan het begrip te hebben van de omstandigheden die gevolgen beschreven zijn in dit boek. Het begon allemaal in mijn kinderjaren. Als ik aan mijn jeugd en kinderjaren denk, kan ik alleen maar zeggen dat ik intens en wanhopig op zoek was naar liefde. Mijn vader was, zoals hij zichzelf benoemde, een zakenman. Hij was nooit thuis, wat mij heel erg verdrietig maakte. In die tijden
was hij een drugsdealer. En hij was de meeste tijd afwezig, dag en nacht. En ik zag hem het meeste vroeg in de ochtend, of als ik ging plassen en naar de badkamer ging. Nou, dit is een klein stukje die ik heb voorgelezen. Ik wil tegen de ouders zeggen dat het heel belangrijk is dat je je kinderen liefde geeft. Meeste van ons zijn zo bezig met onszelf dat we geen tijd hebben voor onze kinderen. Of we overzien het. We hebben het niet eens in de gaten dat we ze geen aandacht geven. Omdat, ja, we willen allemaal natuurlijk leiden naar succes. Iedereen wil een goed leven hebben. Iedereen wil geld verdienen. Dat is allemaal mooi en waar. Maar vergeet je kinderen niet. Want in mijn jeugd kwam ik heel veel tekort. We hadden het financieel, hadden we het goed. Maar we hadden geen liefde. En heel veel kinderen zitten eenzaam op school. En die, ja, je ziet gewoon dat ze liefde tekort komen. Terwijl ze er goed uitzien. Je ziet dat ze alles hebben. Maar ze zijn leeg van binnen. Tegenwoordig hoor ik heel vaak of zie ik in de krant dat kinderen zelfmoord plegen. Dat komt omdat wij als ouders tekort doen aan onze kinderen. En dat maakte ik dus ook mee. Mijn zus en ik hadden geen kerstfeest. We hadden geen verjaardagen. Vriendinnen mochten niet komen spelen. Dat soort dingen hebben ons, ja, soms een beetje bitter gemaakt. Maar ook gemaakt wie we vandaag zijn. Dat we het juist voor vechten om niet zo te zijn. Of onze kinderen een ander voorbeeld te geven. Nou hou ik heel veel van mijn ouders. Mijn vader die leeft dan niet meer. Maar ja, het heeft toch een stukje van je weggenomen. Je mist toch dat stukje jeugd. En ik denk dat de ouders die het misschien op dit moment, net zoals mijn ouders doen, nog een kans hebben om het anders te doen. Geef je kinderen liefde. Vier kerstfeest met ze. Maak huiswerk met ze. Mijn moeder was zo depressief, omdat mijn vader, die was een zakenman of hij was een drugsdealer. En hij had veel vrouwen, dus hij had geen tijd om met ons iets leuks te doen. Nou, af en toe deed hij het wel eens. Ik zeg niet dat hij het helemaal niet deed. Maar omdat hij dus soms niet thuis kwam. En ik vroeg mijn moeder, mama, kan je me helpen met rekenen? Kreeg ik een geschreeuw. Van ga in de kamer, ga het zelf doen. Maak huiswerk met je kinderen. Het maakt niet uit in welke situatie je zit. Dat stukje hebben die kinderen nodig. En daar zullen ze aan terugdenken. In Engels, it is very important how you raise your children. Many of us, we are so busy with ourselves that we forget that we are parents. We forget that the children daily life, we are making an impact on them. It is very important that you celebrate birthdays with your children, that you make homework with them, that you play with them, that you watch a movie with them, that while you are eating, you ask them how was it in school. You know, that part I missed in my life because my father was so busy with other things that my mother was getting in a depression. And because she was in depression, she didn't have time to educate us or to have a quality time with us, which take a lot out of us. It makes me and my sister to want to fight and to become successful in life because we don't want to live that kind of life. So parents, I want to beg you in the name of Jesus, because I'm a Christian, that take a quality time with your children. I want to thank everybody so much for watching. I hope you have learned something out of this. Ik wil iedereen bedanken die heeft gekeken. Dit was de eerste programma van Ik Zocht Naar Liefde. This was the first episode of I Was Looking For Love. And I hope you have learned something out of it. I want to thank you very much. Take this with you in this week. And I see you next week again in the next episode of I Was Looking For Love. Dit was Apostel Bianca Grootsvaam op Palla. Ik hou van jullie. God houdt van jullie. Tot de volgende keer.